Ellen, je bent ooit naar school geweest. Het is al een heel tijdje geleden ondertussen. Oh. Mijn gevoel zegt dat jij daar toch wel wat kattenkwaad hebt uitgehaald. Waarom? Jouw speelse karakter. Wel, ik ga zeker niet tegen mensen zeggen hoe dat ze de school moeten doorlopen en wat dat ze moeten doen, want ik was echt niet de meest voorbeeldstudent ooit. Ik vond altijd dat er leukere dingen waren om te doen. Maar ja, uiteindelijk moeten we er allemaal door. Ik heb dat ook gedaan met veel ups en downs, met ook wel af en toe een strafstudie. Maar uiteindelijk, ik vond naar school gaan leuk omdat ik dan bij mijn vrienden was. Maar dan eindigt mijn verhaal zowat. Als ik in een boek moet schrijven, wordt dat eigenlijk nog minder als een stripje. Maar het verhaal gaat hier niet stoppen, want ik wil weten waarom jij een strafstudies gekregen hebt. Wat had je mispeuterd? Wel, ik heb zo een paar keer, ja, niet op mijn, zo, deugnieterij, niet op mijn plaats gaan zitten, want ik had dan zo, ja, Dufour, dus dan zitten altijd van voor in het alfabet, hè, dan, ik was altijd vijf, dus zit je altijd van voor in de klas. Ja, dat is niet plezant, hè, want de juffrouw ziet alles, of de meester ziet alles, dus wat deed ik dan? Dan ging ik van achter zitten. Of ik ben ook wel zo een chaotje. Dus ik vergat boeken, een taak niet gemaakt. En dan kreeg je bij ons op school, ik heb dan in Steenvoort gezeten, dan kreeg je minpunten. En als je 10 minpunten had, Peter, aan -10 zit je echt heel snel hoor. Ja, dan kreeg je strafstudie. En dan moest je bij de directeur komen. En daar zat ik dan weer, hè, Miss Dufour. En dan moest je de woensdagnamiddag, maar ik werd 2 keer gestraft. Want ik moest dan naar de strafstudie op woensdagnamiddag. Maar op woensdagnamiddag, ik zat op internaat. En op woensdagnamiddag mocht je soms, als je ouders je kwamen halen, mocht je naar huis. Maar ja, als je strafstudie had, dan mocht je niet naar huis natuurlijk. Dus ja, ik werd 2 keer gestraft. Maar Dus al ik bij ben... al waar was, heb ik geen kattenkwaad gehoord. Wacht, 1 kattenkwaadje. Waar ik echt van zeg, misschien had ik dat niet moeten doen. Ah, ik heb ooit de boekentas van de juffrouw uit het raam gegooid. Niet goed, hè? En werd het snel duidelijk dat jij dat had gedaan? Ja, ze stond erbij. Ze stond erbij Oké. en ze keek ernaar. Oh, dat is durven, Ellen, dat is durven. Dus, maar dat was zo... Weet je, dan zei ze zo impulsief. En ik ben dan zo iemand zo... De juffrouw, maar wacht, we moeten het hele verhaal hebben. De juffrouw gooide, ik kreeg minpunten omdat ik niet op mijn plaats zat. Dus ik geef mijn agenda door, en die voor mij. En die komt bij de juffrouw. Wat doet de juffrouw? Die pakt mijn agenda en die smijt die terug mijn richting uit. Ik dacht, dat mag niet, hè? Je mag niet met iemand anders zijn spullen gooien. Maar dat gebeurt allemaal zo snel. En ik had echt zoiets van, dat mag niet. En ik pak die boekentas, ik loop naar voren om die agenda terug te geven. Maar ja, dan ben ik dan weer zo te heftig. Dus ik had ook zoiets van, ik moet iets weggooien. En ik pak die boekentas en ik gooi die boekentas. En ja, En daar ook. werd het al stil in de klas of was het een en al hilariteit? Nee, het was muisstil. Ja, nee. Het was duidelijk dat het uit de hand ging lopen. Niet uit. Maar uiteindelijk, ja, ik vind dat nog altijd wel een heel grappig verhaal.